Dit is een onderdeel wat ik in de video van volgende week nodig ga hebben. Dit maak ik op mijn CNC-fris en in de video van vandaag laat ik precies alle stappen zien die ik volg om tot dit resultaat te komen. Komt-ie! Ik ga dit stuk hout gebruiken, dit stuk hout had ik nog liggen. Ik zou hier ooit een dienblaadje van gaan maken met hele mooie zwaarduwstaarten. En ja, ik heb daar gewoon geen geduld voor. Dus het gaat nu de grill worden van mijn radio. Omdat we de CNC-frees exact moeten gaan vertellen waar het materiaal zit, wat weggefreesd moet worden, begin ik met het opmeten van het hout dat ik hiervoor ga gebruiken. Wanneer het hout op maat gemaakt is, moet het goed vastgemaakt worden op de CNC-frees. Ik heb hiervoor verschillende dingen geprobeerd en voor hout is mijn favoriet nu goede dubbelzijdige tape. Ik gebruik hiervoor netto tape, maar er zijn meer soorten die goed werken. Door de tape eerst op het weespoor te plakken en het hout weer daarop, krijg ik de beste verbinding. Beter dan wanneer ik het andersom zou doen. Om deze grill te kunnen frezen gebruik ik twee verschillende frezen. 1 6 mm tweesnijder met een vlakke onderkant en 1 6 mm bolfrees. Eén kleine disclaimer, ik ben zeker geen expert op het gebied van frezen, maar dit is hoe ik het gedaan heb en wat voor mij werkte. Als je tips of advies hebt, deel ze dan in de comments, dan kunnen we er allemaal van leren. Het hout waar ik dit uit ga maken is een stukje dikker dan de uiteindelijke grill, dus ik start met het vlakken, ook wel facing genoemd. Op deze manier wordt het hout ook netjes vlak en hebben we een mooie basis om mee te beginnen. Hier heb ik wat geëxperimenteerd door meelopend te frezen in plaats van tegenlopend of allebei. Voor wat ik tot nu toe gezien heb maakt dit voor hout zoals dit weinig verschil en duurt het vooral langer. Wel splintert het ietsje meer op deze manier, maar dat hangt ook weer erg af van de richting van de houtnetter. De volgende keer gebruik ik gewoon weer de optie waar die zowel heen als terug freest. Na de facing operatie gebruik ik dezelfde frees om de buitencontour te frezen. Ik doe dat niet helemaal tot de bodem, want dan kan ik straks dezelfde hoek gebruiken om het nulpunt te bepalen als ik hem straks omdraai. Deze buitencontour frees ik met een 2D adaptive bewerking. Het mooie van adaptive is dat hij hierbij de frees zo gelijkmatig als mogelijk belast en je dus wat meer van je machine en je frees kan vragen. Voor hout is dat niet zo spannend, maar als je op een machine als deze aluminium wil frezen, is dat echt een uitkomst. Nu de buitencontour helemaal gefreesd is, wissel ik naar een 6 mm bolfrees om de afschuiming aan de buitenrand te maken en om de groeven voor de speakers te gaan frezen. Op deze manier krijg ik onderin gelijk een mooie afronding. Dit laatste randje aan de binnenkant, dat had niet gehoeven. Verder ziet het er heel gaaf uit. Laten we het nog een keer proberen. Ik had nog een stuk van dit hout over en met een kleine aanpassing in het freesprogramma kon de frees zo weer aangezet worden om het helemaal goed te doen. Dit heb ik gelukkig wat sneller geëdit, dus we kunnen gelijk door met de andere kant. Dat is een heel stuk beter. Super vet. Nu omdraaien en dan de andere kant. Om de andere kant netjes te kunnen frezen is het belangrijk dat je hem precies op de goede manier weer terugplaat, zodat de voor- en de achterkant netjes uitgelijnd blijven. Hier komt het gelukkig niet heel precies, omdat al het zichtbare in het bovenste vlak ligt. Omdat ik nu wat minder oppervlak heb om te plakken, gebruik ik wel wat extra tape, zodat hij nog steeds goed vast zit. Vervolgens kan ik net als aan de bovenkant beginnen om het materiaal te vlakken. Nu ook de achterkant gevlakt is, heeft de grill de uiteindelijke dikte en kan ik beginnen om de cirkels voor de speakers te frezen. Hiervoor gebruik ik een 3D adaptive bewerking. Dit is vergelijkbaar met de 2D adaptive, maar dan nog een tandje slimmer. Hier kijkt hij ook in de diepterichting en bepaalt zelf waar hij moet frezen. In deze bewerking kan je zelfs instellen dat hij eerst in grote stappen het meeste materiaal moet weghalen, om vervolgens in kleinere stapjes het laatste beetje weg te frezen voor een mooi eindresultaat. Ik was hier best wel een beetje bang dat de spijltjes zouden gaan breken, maar dat viel gelukkig mee. Met een 2D adaptive bewerking frees ik vervolgens de verdiepte rand uit waarop ik hem moet gaan lijmen. Achteraf gezien had dit prima in de 3D adaptive meegekund, maar op deze manier werkt het ook. Als laatste freesbewerking gebruik ik een 2D contour om de buitencontour nog helemaal netjes te maken. Super cool. Het is toch ook een mooi apparaat, hè? Ik hoefde hem nu alleen nog maar even te schuren en te lakken. En daar hebben we een mooie speakergrill.
Als je dit nou een leuke video vond en je vaker video's wil zien waar ik één onderdeel pak uit een project en precies laat zien welke stappen ik neem om tot het eindresultaat te komen, laat dat dan even weten in de comments. Mocht je nou nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan even, want dan krijg je een notificatie als de radio volgende week af is. Tot volgende week!